Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij de Olympische aflevering 30. Het is eindelijk zover. We gaan wel de volgende week terug achtbanen ontwerpen. Niet dat ik daarnaar uit heb gekeken. Aan de ene kant wel, ik vind het heel leuk om achtbandjes te maken in de Olympics. Maar jullie zullen dus even moeten wachten met het zien dat ik een achtbanen ga beoordelen. Maar we gaan vandaag voorlopig afsluiten met aflevering 30. Doen we met de Windjammer, de Wing Commander en de Express. En dat is die uit Walibi. Dat is de laatste jongens. Dus dit zijn de Express wordt de 90ste achtbaan die we gaan bereiden en beoordelen. Dus we gaan nu beginnen met de 97ste achtbaan, de 87ste achtbaan van deze serie. En dat is de Windjammer. Ik weet niet wat ik verwachtte. De naam zegt van alles. We krijgen een achtbaan, ja, dat is wel logisch, is de limits. En ik weet niet waarom hier een achtbaan langs loopt ofzo. Geen idee wat dit moet voorstellen, jongens. Hier loopt een trap door de achtbaan. Of een achtbaanrail door de trap. Dat is een foutje, denk ik. Maar dit is een dueling coaster, heb ik de indruk. We nemen maar de speed erbij. Daar gaan we jongens, de Windjammer. We gaan omlaag. Rond 50 km per uur, over de 60 zijn we doorgegaan. Krijgen we wat remmen. Dan gaan we weer naar onder. Ik leg even deze melding weg. Voilà. Op zich als je dan een prima achtbaan. Niks op aan te merken voorlopig. Ik denk dat het niet een super lange achtbaan is ook. Hij knikt wel hier en daar. De heuveltjes zijn niet echt zo smooth. Ik had ze konden wel wat smoother. In mijn ogen. Mijn mening jongens, jullie weten dat jullie zelf mogen. Oh, oké, dit is ook wel heel onrealistisch. Je komt heel kort met je hoofd langs de tweede baan af. En dat is levensgevaarlijk. Hier ook weer. En what the fuck is dit? We zitten hier nu werkelijk vastgebeukt in de... Oké, het concept is leuk, alleen wil ik hem slecht uitgewerkt. Ook hier al begint het met die fout. En dan snap ik niet waarom dit. Dit snap ik dus helemaal niet. Ik vind dit geen supercoaster, maar toch wel een leuk ding. Het concept is leuk. We gaan gewoon verder met de volgende, hopelijk is hij wel wat beter, de Wing Commander. Ja jongens, daar zijn we met de foutmelding van. Een gras texture detail. Helaas, het is dus wit. We krijgen een Vekoma achtbaantje jongens. Dit is de Wing Commander. Dit is dus een liggende achtbaan. Maar goed, laat ik nog eens even kijken, want het is voor mij, ik ga zondag met mijn tante en neefjes en oom fijn op laatste pretparkbezoek van dit jaar en het wordt daar Bobbejaanland jongens. Daar ben ik al een tijdje niet meer geweest en het is ook voor het eerst dat ik een park tijdens Halloween bezoek. Ik heb nog nooit een pretpark tijdens Halloween bezoekt. Het schijnt dat het daar best eng is. Ik ben benieuwd. Ik ga er geen video over maken omdat ik de ik ga de camera niet meenemen. Jullie moeten maar kijken op Facebook en zo, of op Instagram en Twitter ga ik er foto's zetten van de dag. Dus dat zeker. We zijn nu Superman jongens. Oei, we vliegen als Superman. Ik heb mijn geluid wat zullen zetten op mijn zo. En nu zijn we weer. Nu maken we een looping. Dit is een liggende achtbaan. Of ja, je ligt nu op je rug. Dan ga je dadelijk misschien op je rug zoals nu. Ik weet niet waar dit type achtbaan staat. Het bestaat uiteraard wel. Maar ik weet niet waar zo'n achtbaantje staat. Laat ik dan ook nog even druk op maken van een Olympus coaster. Hoe gaat dat in zijn werking? Ja, het is uiteraard veel moeilijker dan je denkt. Het is niet zo'n rollercoaster dat je 3 of zo dat je moet klikken dat de baandelen vanzelf komen. Nee, hier kan je zo onrealistisch gaan als je maar wilt. Hier kan je zeg maar zo en dan kan je onmiddellijk zo gaan. Dat kan. Om het maar een voorbeeld te geven waar je dus allemaal op moet letten. En ondertussen zijn we alweer aangekomen.
Wauw. Een hele leuke poster moet ik zeggen. Ja, jullie kunnen het zien, het staat hier van voorop, Vekoma. Dit is dus een achtbaantype van Vekoma. Het is een heel geslaagde achtbaan, hij heeft aan de, er is bomen, alleen het grasdetail is helaas van niet doorgekomen. Waardoor ik dus geen gras zie binnen de map. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar daar kan de maker van deze achtbaan uiteraard niks aan doen. Dat is No Limits die dat niet vindt in het bestand. Dit vind ik een geslaagde coaster. Laten we afsluiten de 90ste achtbaan van deze aflevering van de taal uiteraard. Dat is Recreation, dus een recreatie van de coaster Express, origineel gevonden in Walibi World. Ja, Walibi World is er nu. Dezelfde achtbaan staat is gevonden in Disneyland Parijs, de Rock'n'Roller coaster. Ik ken de baan wel een beetje, ik heb het nog nooit echt gedaan, maar ik ben benieuwd als het wel een goede remake is. Walibi fans, laat het weten in de comments, is dit een goede remake? Ja, nee, we zullen het onmiddellijk zien. Yes, de Express van Coasterman. We spawnen buiten de map en dit ziet er al heel veelbelovend uit. Ik heb verwachtingen, jongens. Ik ga beleefd zijn en laten we voor deze special gewoon achteraan gaan zitten. Ik wacht even op het karretje, daar komt het. Het karretje van de Express. En ik ga achteraan zitten. Oh jongens, ik zie al de snelheden, dat mag niet. We gaan gewoon helemaal achteraan zitten in deze achtbaan. Voor de laatste aflevering, ik doe het eigenlijk nooit. Er staat ook zelfs Don't Step op. Wauw. Ja, dat spreekt voor zich. Dat je er niet op mag stappen. Anders gaat het kapot. Of ja, dan kan je voet ertussen komen ofzo. Ja, we gaan beleefd wachten. Oh, kunnen we instappen? Nee, No Limits. Ik ga niet instappen. Ik ga wachten tot de poortjes open gaan. En dat is nu het geval. We gaan instappen, jongens. Helemaal achteraan in de Express. Of Express, hoe iets moet uitspreken. Ik weet niet precies. We gaan even doordraaien. Simulatie speed 4. En dan gaan we dadelijk eigenlijk vertrekken. De 90ste achtbaan van deze serie. Ik ben heel benieuwd. De tunnel klopt wel al. Je gaat in het begin inderdaad door een tunnel heen en dan word je van hieruit stilstaand afgeschoten. Oké, jongens. We staan nu dadelijk stil in deze tunnel. De speed neemt wel af. Of we nemen het niet af. Nu staan we stil. Voor hoe lang, jongens? Ik ben benieuwd. Dit wordt een lounge, jongens. Ik zou zeggen, misschien headset sound wat stil zetten ofzo als het al is. Als het daar is, weet ik niet. Daar gaan we, jongens. Rond met 80 per uur gaan wij de eerste curvetrekker maken. Of ja, het is geen curvetrekker, het is een cobra roll. Een soort van. Dan gaan we een mooie bocht maken. Hier volley met een... Ja, dat is een bocht, ja. Dan gaan we weer een bocht in. Dan krijgen we hier... Een gewoon recht stukje. Ik heb een beetje lijk, dat kan. Dan gaan we alweer verder. Met simpele bochten nu. We krijgen weer een looping, dus een inversie curvetrekker. En dan gaan we weer een bocht maken. Over het water. Dat is wel heel mooi, jongens. We horen ook het geluid. Ik vind het eigenlijk heel mooi. We krijgen het stukje remmen tussenin. Dan gaan we weer neerstorten. Daaronder niet al te hard. Ik denk dat we bijna aan het einde zijn van deze achtbaan ook. Dus hij neemt al heel veel speed af. Hij neemt eigenlijk al heel veel speed af. En dan zijn we hier aangekomen. Hier is ook het... ja, de dingen, hoe heet het? De dingen is remmen. Het zijn met speciale remmen. Dit zijn de... Dit is de transfer, zo heet dat. Dus hier worden de achtbaantreintjes op en af gezet. En ja, dit was het, jongens. De 90ste achtbaan van No Limits. En die andere achtbaan is al vertrokken, jongens. We gaan er eventjes nog eens overheen vliegen. Hij heeft ook echt een en al dezelfde boom gebruikt. Nee, toch niet. Maar ik moet zeggen, het is een heel erg leuk geslaagde achtbaan. In mijn ogen. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb hem nog nooit gedaan. Walibi fans, en jullie is het woord. Is dit een goede remake van Express? En hij staat dus blijkbaar ook in Disneyland Parijs als een rock'n'roller coaster. Wat ik eigenlijk niet wist.
I don't know. Ik ken wel wat achtbanen, maar dan heb ik ook achtbanen van België, Nederland en Duitsland. Daar ken ik wel heel wat achtbanen bij naam en van die zaken. We zitten nu in het water, jongens. Kijk, het water heeft echt mooi bewegen. Dat vind ik super vet in Olympus. Hier, dit is custom support, dat zie ik zo wel. Kijk maar. Normaal zou dit dan mooi, zo, ja, zoals dit zijn. Nu, dat maakt niet uit, jongens. Ik vind het een, ja, uiteraard is dit de winnaar. Ik vind het een heel erg mooie achtbaan. Weet wel, ja, dat het zoveel water is en dat die coaster maar voor een klein stukje eroverheen is gebouwd. Hij kon hier misschien nog wel wat attracties zetten, zo, zeg maar wat. Ja, daar komt alweer een nieuw treintje, jongens. Hij schiet in de ding is in de naam van het Cobra-rol. En ik sluit hem af, jongens. Aflevering 3098 achtbaan hebben wij al bereden en beoordeeld. En ik moet zeggen, er waren er heel vette bij. En iets minder ook. Sommigen deden het niet eens. Dat waren er niet veel. We hebben heel vaak foutmeldingen gehad van grasdekjes. We hebben zelfs een aflevering gehad tot de wervelwinter. Weet ik nog, aflevering 20 denk ik. Is, of aflevering 6 was al heel vroeg. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Nee, een van de vroegere afleveringen. Ik kan even kijken. Voor jullie. Ik dacht aflevering 6, als er hier in zit. Ja, aflevering 6 was gewoon de wervelwind gewoon gecrashed, jongens. Fout van de maker, want die remmen, jongens, tussen hem daarin zitten er helemaal niet. Ik heb hem in totaal een dash gedaan in de baan zelf, tussenin zitten geen remmen. Alleen op het einde, zitten remmen. Dus er waren remmen tussenin, dat klopte niet. Dus fout van de maker. Maar alsnog wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar alle 30 afleveringen van No Limits. Niet getreurd, hij komt nog door, jongens. Nadat we de achtbaan tutorials hebben afgedaan, gaan we weer nieuwe achtbanen bereiden en beoordelen. Ik moet ze nog downloaden, En ik zou zeggen aan iedereen bedankt voor het kijken en liken van alle afleveringen. En voor het reageren op sommige video's. Niet op elke video is een eigen reactie door, of eigen mening van jullie. Dat hoeft ook niet, dat was niet de bedoeling dat het moest. Mocht heb ik ik vind het gewoon fijn dat sommigen dat al gedaan hebben. En ik wil gewoon iedereen bedanken voor het kijken naar deze serie. En we gaan nog door, jongens. Niet getreurd, dat heb ik net al gezegd. Ik wens jullie nog een heel fijne avond. En volgende week gaan we beginnen met het maken van achtbaan. Hou het zeker in de gaten als je de limits achtbaan wilt maken. Want het is een beetje moeilijker dan je dacht. Dus goed opletten, de boodschap. Ik zie jullie graag de volgende keer. Later.